Ik heb dit jaar echt goed ontwikkelde mais met goede, grote, gevulde kalven. Dankzij het slootmais wat ik op mijn perceel gebracht heb. Waterschap de Dommel is ook erg blij dat de mais een positief effect heeft op het gewas. Voor ons is verder ook van belang dat het en de waterkwaliteit verbetert, doordat er minder meststoffen uitspoelen en meer meststoffen afgevoerd worden aan de rand van de sloten. En ten tweede ook omdat het zowel in tijden van droogte als in tijden van nat het vochthoudend vermogen van de bodem verbeterd wordt. En dat we dus ook daar een positieve bijdrage aan leveren op deze manier. Agrarisch Natuurvereniging Het Groene Woud gaat samen met Waterschap de Dommel merk maken van de kringlooplandbouw. En het is hartstikke belangrijk voor agrarische ondernemers om mee te doen, want het is én belangrijk voor een extra gewasopbrengst. En ze leveren daar ook nog tegelijkertijd positieve bijdrage aan het milieu, want we hebben fors minder CO2-uitstoot. Dus collega's, schrijf je in en doe mee.